Goedemorgen weer met Paula. Gisteren of vandaag of een tijdje geleden heb ik dus de video van Journal With Me gemaakt. Daar hebben we ook papierklussen in gedaan. Die papierklussen heb ik ook nog even afgemaakt. Dus ik heb er nu een heleboel. Een lekkere voorraad. Ik heb in de Journal With Me heb ik jullie... dit is mijn Traveler's Notebook. Mijn journal. Daar heb ik 3 signaturen boekjes in zitten. En ik had de eerste bladzijde versierd. Maar zoals je ziet, heb ik toch mijn gedachten veranderd. Ik weet nog niet wat ik hierop ga doen. Want ik heb hier nog een stuk. Want mijn gedicht was te groot. En ik had zeg maar ook de derde pagina versierd. Dus ik wist al dat ik meerdere pagina's nodig had. Maar daar heb ik dus ook nog niks mee gedaan. Dus ik heb op het magazine papier in mijn boekje. Het is ook net geplakt. Zoals je ziet heb ik dus mijn gedicht erbij afgemaakt. En dat wilde ik jullie nog even laten zien. Dat ik ook echt wel... mijn journal plekjes afmaak. Dat vind ik toch ook wel heel leuk om te laten zien. Want gisteren was ik zo druk met die papierclusters. Dat ik gewoon geen tijd had gehad om mijn gedicht goed voor te bereiden. En dit is dus een gedicht wat ik zelf geschreven heb. En ik had natuurlijk ook het vriendenboekje van mijn dochter laten zien. En die is ook af. Dus die kan mijn dochter mee naar school nemen. Hij is zoals je ziet, ik weet niet of... Ja, ik denk dat het te zien is op de video, hij is geplastificeerd. Hij heeft 2 die-cut paardjes van de Action. En dan de binnenkant... ik heb een soort tuckspots gemaakt. Waar ze nog losse papiertjes en zo in kan bewaren als ze dat wil. Maar dit is dus het vriendenboekje geworden van mijn dochter. Ik heb natuurlijk ook verteld over de boekjes dat ik die geniet had. En ik had natuurlijk van die stoffen omslagen. Daar had ik agenda's willen van gemaakt. En die heb ik ook een agenda voor van verkocht. Maar agenda's is zo heel erg tijdsgebonden. Dat het alleen maar van november tot december verkocht kan worden. En je kan natuurlijk veel meer met zo'n kaf doen. Want ik heb dus ook gewoon 3 signaturen erin zitten voor journaling. En die heb ik dus hier ook in gedaan. Ik heb er dus 3 stuks handgemaakt. Er zit eigenlijk ook ephemera in. Hè? Want er zit dus... volgens mij is het Grieks of Latijnse papier zit erin. Heel oud. Er zit gewoon papier in. 1962... libellen was het volgens mij, geloof ik. En er zit natuurlijk gewoon ook muziekpapier in. Dus je kan dus ook zeg maar de boekjes als ephemera gebruiken, maar ook als journalboekjes gebruiken, zoals ik dat doe. En er zit in elk boekje ook een vakje waar je eventueel wat foto's in kan bewaren, behalve in deze niet. En hier zit ook een deel agenda in. Maar dat kan je ook gewoon gebruiken als journal notebook. En natuurlijk de envelop boekje zit erin. Dus ruimte genoeg om zeg maar een leuk dagboek, een leuk journal van te maken. En dit is dus de eerste. En deze zijn ook te koop. Er zit veel naaiwerk in en handwerk in. Want ook... ja, alles is met de hand gescheurd, alles is met de hand geknipt en alles is met de hand gemaakt. Dus ik wil minimaal €15 voor deze boekjes hebben. Dus dit is er 1 van. En dan heb ik natuurlijk ook een steampunk-achtig boekje heb ik met een klokwijzer erop. Deze linten zijn wat langer, maar ik heb liever dat de cliënt hem zelf afknipt. Dan dat ik ze tekort maak. Weer het enveloppenboekje. Met natuurlijk ook ruimte om te schrijven. 3 boekjes. Hier zitten er weer 2 in. Ook weer met de ephemera erin.
goed te gebruiken. En het derde boekje, ook weer met ephemera daarin. Er zit dus ook soms craftingpapier in van de Action. Maar er zit dus ook heel veel oude ephemera in. Ephemera is dus eigenlijk zeg maar papier, vintage-achtig papier. Of dat je dat zelf maakt, of dat je dat zeg maar zelf uit boeken haalt. Van een bepaalde, dat heet dan ephemera. En de embellishment wordt natuurlijk ook heel vaak gebruikt op de video's. En embellishments zijn dus de decoraties van... ik hoop dat die in beeld was. Ik had even niet opgelet. Dan hebben we nog een shabby chic boekje. Ook hier zit gewoon weer hetzelfde in als in de andere boekjes. Alleen zit hier het vakje dan ook achterin. Ook weer drie en ook weer... met oude ephemera en nieuwe ephemera erin. Embellishments zitten vaak op de... Ik deed het nog even een keer extra. Op de envelopboekjes. Ik denk dat voor handwerk €15 zeker niet duur is. En voor journal is het natuurlijk €20. En de portfolio was €10. En dan heb ik nog een shabby chic. Met één lint die er omheen draait. Ook weer met drie boekjes. Ook weer met ephemera. Ook weer een enveloppenboekje. Met embellishments. En dit is dan de derde. Ik zal ze er gewoon zo instoppen. En eigenlijk heb ik die lange linten erom gedaan. Zodat als die wat dikker wordt... dat je niet gelijk met het feit zit dat je hem niet meer dicht kan doen. Dus vandaar dat er lange linten om zitten. En het is beter als de cliënt dat zelf eraf haalt. Dus ik heb vier omslagen met de boekjes laten zien. Ik heb nog twee omslagen. Die zijn ook een beetje steampunk. En daar zit dus ook een envelopboekje in. Dit is met een kettingje en deze is nog met een lint. En ook weer drie, dus €15 voor een traveler's notebook. Dat wilde ik vandaag nog even laten zien, dat ik een heleboel had afgemaakt. Ik weet niet of ik ook nog het journal moet laten zien. Sorry, ik stoot tegen mijn statief aan. Mijn excuus daarvoor. Nou, het journal hadden jullie al gezien, hè? €20. En de portfolio tientje. Met van alles wat erin zit, krijg je er gewoon ook bij. En dan, dat zijn dus, het is helemaal volledig. Dus ik haal er niks uit. Wat ik erin heb gedaan, blijft er ook in zitten. Dus meestal tijd, ik weet niet of... ik heb natuurlijk al eens een keertje wat verloot. De meeste tijd doe ik dan zeg maar wat extra's erbij als een cadeautje. Dat vind ik wel leuk. En nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om nu de afgemaakte dingen te zien. En vooral ook de journal met mij afgemaakt en het vriendenboekje van mijn dochter. En ook natuurlijk alle papierclusters zijn af. Maar dat zijn er zoveel. Dat is een mooie voorraad geworden. Nou, in ieder geval bedankt en tot de volgende keer.